een sporttas. En dan zal Jos voorlezen wat er mee gebeurd is met die sporttas. Oké, ik ben met een prijsvraag. Ik ging 3 keer mee op vakantie. Italië, Frankrijk, Kroatië. Ik ben nooit uit de verpakking geweest. Italië, te harde grond. Frankrijk, te harde wind. Kroatië. Toen las ik de handleiding en het is een hele mooie tent voor 8 personen. Ik ben nog vergeten te zeggen dat er ook een grondstijl bij zit. Hè? Dat is natuurlijk handig met zo'n grondstijl erbij. Kortom, het is ook een soort kiesloos-tent. Die zou je kunnen gebruiken ook als je toch je geld op gaat halen in IJsland. Wie biedt er voor deze schitterende tent? 8 personen kunnen erin. Wie biedt er 5 euro voor deze tent? Mevrouw, 5 euro. Wie biedt er meer dan 5 euro voor deze tent? 10 euro geboren. Is dat de oud-voorzitter, jongens? 10 euro geboren voor 8 personen. 15 euro geboren voor diezelfde tent, 8 personen. Wie biedt er meer? 20 euro van vandaag. Dat is al geboren. Ja, dat is voor 8 personen, hoor. En als we er nou gaan maken, meer dan 50, we kunnen de tent ook maken voor 16 personen. Wie meer dan 25 euro? 30 euro geboden aan de overzijde. Wie meer dan 30 euro? 35 euro. Wie? Ja, rechts ligt er een beetje uit. Hè? 35 euro geboden. Wie meer dan 35 euro? 40 euro geboden voor 8 personen. Wie 45 euro? Wie biedt er meer dan 45 euro? Niemand meer dan 45 euro? Ja? Niemand? Eén voor u mevrouw, 8 personen. En dat is mooi hè, en 8 personen. En zeker als je nog klein woont en je hebt zo'n klein huurwetwoningje, dan heb je nog een mooie tent erbij hè. Dan kun je een mooie feestje geven. Meisje, we gaan gelijk door het andere, want we moeten tempo maken, want we moeten verloren de lucht in. Dit is een kunstwerk hè. Een fantastische bouw. Wie biedt er 5 euro voor deze huurwerk? Voorzitter. Dat is mooi. Ik denk wel dat we mogen gaan 5 euro. Wie meer dan 5 euro? 10 euro. 15 euro? 20 euro? Wie meer dan 20 euro? Jongens, wat doen jullie eigenlijk hier? Jullie doen niks. Wie meer dan 20 euro? Meer dan 20 euro? Is die verkocht voor ons?